Breaky break. Breaky break. We get it here today. Dames en heren, wij willen klokslag 3:30 gaan beginnen, dus het zou fijn zijn als jullie een plaatsje uitzoeken hier in de zaal. Let wel op, de plek die je uitzoekt, daar moet je vanmiddag wel op blijven zitten. Dat zijn de huisregels. Het allemaal aanspringt. Wat zijn we? We hebben nog een minuut. Toch zijn alle plaatsen mooi vergeven. Ons nog niet, denk ik. Oh. Ja, toch wel? Oh. Dank je, Martijn. Want, Als het tijd is, is het tijd. Volgens mij is het tijd, hè? Dus... Goedemiddag allemaal, welkom bij dit event over Smart Buildings. Mijn naam is Marijn Dekker, ik werk bij TBI als manager huisvesting en ook actief lid in het bestuur van CREM Nederland. Welkom, dit is het eerste event dat we live organiseren na de lockdown natuurlijk. We hebben hier ongeveer 40 mensen in de zaal, volgens mij zijn bijna alle stoelen ook inderdaad bezet. En 200,
man ongeveer online die meekijken. Ja, klopt. Ja, dus we hebben 80 mensen van Crème Nederland die op afstand, zoals jullie links zien, meeluisteren. En, ongeveer... Of meten, hè? Sorry. En een man of 100 van Building G100. Dus welkom allemaal. We gaan het vandaag over smart buildings hebben. Een actueel thema ten aanzien van de huidige de kwaliteit en de healthy office discussie. Die combinatie die we vandaag ook goed geadresseerd worden. En we hebben een aantal huishoudelijke dingen. Volgens mij is dat denk ik het belangrijkste nu voor Martijn. Kun je ons daarin meenemen? Ja. En dan richt ik mij even op de 180 mensen die thuis zitten. Aan iedereen het verzoek om de microfoon even op mute te zetten. En als je een vraag hebt voor een van de sprekers, die behandelen we dan aan het einde van zijn of haar sessie. Dan kun je dat reageren via de chat. En geven wij toestemming om je aan het einde je vraag te stellen aan de spreker. Nou, standaard hieronder zien jullie ook op presentatiescherm is de presentatie zichtbaar van de sprekers. Maar wil je ook het camera aanzicht veranderen, dan druk je op het knopje onderin, op een van die beelden die onderop staan. En kun je daartussen switchen. Druk je met de rechtermuisknop op de camerabeeld wat je vast wil houden, de presentatie, dan kun je hem pinnen. En kun je vervolgens heel makkelijk switchen tussen de presentaties en de camera's die hier in de zaal hangen. Je kan het aanblik van voren krijgen, van achteren. En zo willen we het zo heel interactief mogelijk houden voor alle mensen. Dankjewel. Smart Buildings, we hadden eigenlijk dit event stond voor 24 april geloof ik, ergens op de planning. Nou, dat werd toch iets anders. Iets anders tussen. Ik had eigenlijk al bedacht om als eerste vraag Koen maar eens even te triggeren, dat als je als eindgebruiker echt helemaal niets aan smart buildings hebt. Dat vooral interessant is voor de eigenaren. Dus ik dacht, ik moet Koen nog een beetje provoceren. Ja, toen kwam die corona voorbij en toen dacht ik, nou eigenlijk zou ik het liefst ongeveer allemaal smart buildings hebben. Dan kan ik in ieder geval die kwaliteit monitoren van het gebouw. Dus ik moet toch een bestelling iets anders brengen naar Koen toe. Maar goed, oké. Ik denk dat het een actueel thema is. Het speelt eigenlijk al 15 jaar en het heeft nu eigenlijk denk ik een versnelling gekregen in de huidige setting. Ik ben heel blij dat Koen hier iets over wil vertellen, zeg maar, vandaag. Als toch een van de mensen die mij hier ook 10 jaar geleden mee lastig viel van, dan moeten we hier niet over nadenken, Marijn. Koen, ik wil jou graag het woord geven. Het is mij niet helemaal duidelijk waar ik precies moet gaan staan, maar ik denk dat deze plek voorlopig goed is. Ik vind het fantastisch om gewoon weer mensen te zien. Hoe lekker is dat? Ik weet niet of het mogelijk is dat we straks ook hier nog een heel klein drankje doen na afloop, of dat allemaal toegestaan is, maar langzaam maar zeker merk je dat de wereld weer een klein beetje normaal wordt. Hebben we een klikkertje? Of ja, kijk. Dan... Voor de mensen die niet weten wie ik ben. Ik heb een kleine presentatie meegenomen. En dan moet ik even kijken of ik hier... Ja, kijk. Langzaam maar zeker start hier op. Maar ik ben Koen van Oostrom. Ik ben de oprichter van Edge. Daarvoor OVG. Wij maken gebouwen, vooral kantoorgebouwen. Heel lang geleden dachten wij dat we vernieuwend waren door ons op klanten te richten, huurders. Toen ik ooit begon en toen vastgoed nog vooral een monopoliespel was, was dat heel vernieuwend. Ik denk dat vandaag de dag iedereen ondertussen door heeft dat het toch allemaal draait om de klant. En vervolgens zijn we over sustainability gaan nadenken. Toen ik toevallig Al Gore tegenkwam en daardoor geïnspireerd raakte. Nou, en toen hebben we zo'n journey gemaakt om dan langzaam maar zeker maar ook technologie te gaan gebruiken. We zijn over gezondheid gaan nadenken. En langzaam maar zeker zijn wij een bedrijf wat in meerdere landen in de wereld actief is. Ik moet zeggen dat vandaag de dag het best ingewikkeld is dat als je een bedrijf hebt in Amerika en waar wij toch ongeveer 1 miljard aan het investeren zijn in een aantal gebouwen. Maar je mag het land niet in en niet een week niet en niet een maand niet, maar waarschijnlijk het hele jaar niet. Dan bekruip je wel het gevoel dat het ineens toch wel heel ver weg is, zo'n gebied.
Wij maken gebouwen. Dat is leuk altijd dat je dat kan laten zien. En daar zijn we ook altijd heel erg trots op. En achter jullie zien jullie een aantal voorbeelden van gebouwen die we op dit moment maken. Of op jullie scherm moet ik tegen de mensen thuis zeggen. Een van de allerleukste die we aan het doen zijn is het gebouw wat hier in het midden onderin staat. Dat is het hoofdkantoor van Triodos Bank. En het is wel leuk om met een klant te werken, met een gebruiker te werken, die ook echt een intrinsieke behoefte heeft om het goed te doen. Zowel aan de kant van de sustainability, als aan de kant waarop het hele proces loopt. En wij vinden het heel erg prettig dat je ook met zo'n partij nog steeds een hele leuke, ook winstgevende casus kan bouwen. Maar ook eentje die gewoon inherent goed is. En dat hebben we gedaan. Het mooiste gebouw wat wij ooit gemaakt hebben staat linksboven. Dat is het gebouw van de wat de Valley heet en wat over een jaar klaar is. Als jullie op de Zuidas tussen ABN AMRO en AFC doorrijden, dan zie je dat gebouw omhoog komen. En straks kun je er ook overheen lopen en genieten van de wilderige groei van bomen bovenop. En wordt het een heel bijzonder gebouw. Maar dat is niet waar we het vandaag over gaan hebben. We gaan het vandaag hebben over technologie in gebouwen. En zoals gezegd zijn wij al een tijdje geleden begonnen daarmee. Eigenlijk vanuit de noodzaak dat wij sustainability steeds beter wilden maken. En ook steeds meer affordable wilden maken. Dus steeds goedkoper wilden krijgen. En wat is er nou handiger dan als je vaststelt dat er zo ontzettend veel energie wordt gebruikt op een zondag. Om voor vast te stellen van hey, is er eigenlijk iemand in het kantoor op zondag? Nou, toen vroegen wij ooit, weten we dat? Nou, dat weten we niet. Ja, er is wel ergens een manier om dat bij dat poortje bij de deur te weten. Maar dat poortje wordt weer beheerd door CBRE. En dan weten we niet goed hoe we die informatie kunnen krijgen. Vastgoed is complex vanwege de gefragmenteerdheid van alle verschillende actoren in die sector. En toen dachten wij van nou, als we dan een paar sensoren hebben, dan hebben we daar voordeel aan. Dat zijn we gaan doen bij de Edge. Daar hadden we een sensor, die werd door Philips gemaakt. Maar die wilde toch een sensortje maken om het lampje, om te weten of het lampje aan moest of niet. Nou, ik zou zeggen 5 jaar en heel veel problemen verder werkt het. Maar ik heb ook wel geleerd dat het niet zo makkelijk is. Nou, ondertussen zijn we een bedrijf geworden die eigenlijk 4 pijlers ziet in de smartness van een gebouw. Of in een modern gebouw, moet ik eigenlijk zeggen. Wij denken dat sustainability ongelooflijk belangrijk is. Ik ga daar straks nog iets meer over vertellen. Maar die hele Green Deal die in de lucht hangt, die wordt echt van belang. Zeker ook in Nederland. De gezondheid, dat is een thema waar wij een paar jaar geleden mee zijn begonnen. En je hebt ook wel eens geluk in je carrière, maar dat wij bezig waren met gezondheid voor COVID, dat was achteraf een schot in de roos. Wij denken dat het design zo van belang is. Ook dit is een trend die we natuurlijk allemaal al een paar jaar geleden zagen. Het kantoor is niet zozeer een werkplek. Werken kunnen we eigenlijk op heel veel plekken doen, vooral ook thuis. Maar kantoor moet een ontmoetingsplek zijn. Maar dan moet hij er wel anders uitzien dan die legbatterij die we de afgelopen 10 jaar steeds meer zijn gaan maken. En last but not least, je hebt technologie nodig. Want als je al die dingen efficiënt wil laten werken, ja, dan is het wel handig als je een goede app hebt. Dan is het wel handig als je facilitair manager weet wat er op elk moment in dat gebouw gebeurt. Zowel voor die duurzaamheid als voor die gezondheid. Als voor die mensen, want je wil dan wel zo efficiënt mogelijk zijn. Je wil ook dat die mensen de mogelijkheid hebben om snel wat te boeken, et cetera. Nou, dat is bij ons begonnen met de Edge. De Edge is beroemd geworden als een soort metafoor voor de eerste van een nieuwe generatie gebouwen. Wij zeggen wel eens met een knipoog, dat is een beetje onterecht. Want eigenlijk werkte lang niet alles zoals we het gepland hadden. Maar dat heb je denk ik met een prototype. Prototypes die zijn er om niet te werken, maar dan te verbeteren en ze dan in productie te werken. Nou, vandaag zijn we in Edge Olympic. Het is niet zo dat alles hier wel werkt. Zover zou ik niet willen gaan. Maar het is wel zo dat het beter werkt dan wat we bij de eerste Edge hadden. En dat we al heel veel leren over wat je nou kan met een sensor. Welke algoritmes kun je loslaten op een energiesysteem in een gebouw. We zagen bijvoorbeeld bij de Edge dat we dachten dat we daar heel efficiënt waren. Maar we hebben nog steeds maar de helft nodig van de elektrische capaciteit. En de energiecapaciteit die het gebouw heeft. Daar gebruiken we maar de helft van bij de eerste Edge. We hebben het hier veel efficiënter gemaakt. En toen waren we eigenlijk een klein beetje vergeten dat er beneden alleen maar elektrische parkeerplaatsen zijn. Of bijna alleen maar elektrische parkeerplaatsen. En dat de hoeveelheid charging capaciteit die je in zo'n gebouw nodig hebt zo groot is. Dat die rekensom ook weer niet klopte. Maar nu sloeg de pijlen door naar de andere kant. Dus we leren door stappen te maken en het steeds verder te brengen.
wat kunnen we nou allemaal met de technologie die wij op dit moment hebben? We hebben een aantal hoofdstukken, rubrieken gemaakt. En de eerste is denk ik nog steeds dat wij in een wereld leven waar de CFO nog steeds wel een klein beetje aan de macht is. Die vindt de hele facilitaire kant van het werk toch vooral een kostenpost. En die kostenpost, daar kun je zo lekker op hameren. En dan gaan de kosten naar beneden. En dus is het van belang dat wij te alle tijden proberen om de kosten te reduceren. En dat kan door echt data te hebben over wat is nou het energieverbruik. Wat zijn de zaken die worden gebruikt en niet worden gebruikt. En dat is met die technologie vrij gemakkelijk te doen. Op het moment dat je goede sensoren in een gebouw hebt en je weet wat het energieverbruik is. Ik sprak laatst met een van de grootste Nederlandse huurders, een grote internationale club. En die zeiden dat vandaag de dag het nog steeds zo is dat als zij willen weten wat de energiekosten zijn van het bedrijf wereldwijd, dat ze niet anders kunnen dan gaan bellen naar bedrijven die ze hebben around the world. En vervolgens vragen om de Eneco-uitdraai van de lokale energieverschaffer. En dat dan in een spreadsheet te zetten. En dat dan braaf op te tellen. En ze hadden geen real-life information van de kosten en ook het verbruik in de verschillende gebieden. Nou, een tweede is space efficiency. Ik ga straks iets vertellen hoe wij post-COVID willen gaan werken. Maar ik denk dat we allemaal kunnen vaststellen dat we niet allemaal naar het kantoor zullen komen zoals we dat in het verleden deden. Thuiswerken gaat een plek krijgen. Bij heel veel bedrijven was dat al zo, maar bij steeds meer bedrijven wordt dat ook echt een soort verankering, dat die flexibiliteit groter wordt. Maar als dat zo is, en wij gaan terug van bijvoorbeeld 0,9, 0,8 werkplek per FTE, en we gaan terug dan richting 0,6, ja, dan kun je wel hele gekke dingen krijgen in je gebouw. Dan kan het zijn dat het ineens op een maandag wel heel erg druk is. Het kan ook ineens zijn dat mensen denken, het is altijd zo druk, ik kom niet meer. En dan is een stuk technologie waarin je vast kan stellen hoeveel mensen zijn er nou gemiddeld. Zit daar iets predictives achter? Weten we bijvoorbeeld of mensen met schoolgaande kinderen op woensdagmiddag meer werken of minder werken? Zijn er andere patronen te herkennen? Kunnen we ook, als we die informatie hebben, veel beter gaan nadenken hoeveel vierkante meters hebben we nou nodig in de core? En wat is nou een soort schil van flexibiliteit? En kunnen we een gebouw hebben waarin die flexibiliteit er ook mogelijkheden geeft? Het gebouw waarin we nu zitten, hier in Amsterdam, is een gebouw waarin mensen een stuk huren. En dat is een privaat contract, dus daar zitten ze zelf 100% in. Maar dan zijn er ook een aantal plekken in het gebouw waar je, als je eens even een werkgroep hebt, of waar je gewoon eens even met een paar collega's wil zitten, gewoon heel makkelijk kan zitten en tijdelijk ruimte kan huren. We willen weten hoe die productiviteit is van mensen, dat sluit daarop aan. Een heel belangrijk punt gaat worden, waarom komt iemand nog naar kantoor toe? We worden een beetje geregeerd, zeg ik wel eens met een glimlach, door de autisten in de wereld. Veel CFO's die zeggen, ja, werk allemaal thuis, dan hebben we geen kantoor meer nodig. Dat spaart heel veel geld uit en dat gaat toch prima. Andere mensen zijn het tegenovergestelde, die hebben die energie nodig van mensen, die willen bij elkaar komen. En ik denk dat het zo gaat zijn dat als je als bedrijf een cultuur wil bewaren, dan zal het zo zijn dat die mensen naar kantoor moeten komen. Als je altijd thuis werkt, dan maakt het niet meer uit of je nou voor Unilever werkt of voor Shell of voor Triodos Bank. Je zit thuis, je computer is je computer en that's it. Dus als je een connectie wil maken met je werkgever, als een werkgever met je medewerkers, dan moet het toch een clubhuis zijn. Er moet een plek zijn waar iedereen trots is om naartoe te komen. Wij denken dat die werkplek daarin steeds belangrijker gaat worden en dat het steeds noodzakelijker is dat die cultuur dan ook heel erg zichtbaar wordt. We hebben ook al een gebruiker meegemaakt die ons heeft gevraagd, kunnen we nou een thuiswerkplek maken die daarop aansluit? Die ervoor zorgt dat als de mensen thuis zitten, dat ze toch op een of andere manier met hun bureau en met hun stoel en met hun logo's en met een computerscherm weten bij welk bedrijf ze aan het werk zijn. Dat het niet randomly is dat het anoniem is geworden, maar dat het aansluit op de experience die je ook in dat clubhuis op kantoor heeft. Als een reminder voor mensen van hey, je werkt bij, noem maar even als voorbeeld, je werkt bij Triodos Bank en daar moet je toch trots op zijn en dat zie je ook in je thuisomgeving. Nou, als we dan praten over die medewerker, wat probleem wat niet opgelost is het vasthouden van talent en het opleiden van talent en het werven van talent. En op het moment dat je dat clubhuis niet hebt, en als dat die omgeving niet super is, ja, dan is het een beetje de vraag of mensen nog wel voor je willen werken. Wij denken dat die war for talent alleen nog maar groter gaat worden in de komende jaren. De trends daarin die zijn niet veranderd. En als je die mensen dan wil verleiden om een kantoor te hebben en je neemt ze zo meteen mee,
Stel je bent een jonge bankier en je kan werken bij Triodos Bank en je ziet daar een prachtig clubhuis en dan vervolgens kom je bij een andere bank uit en je moet nog op een hele grote verdieping werken met waar die legbatterijen nog steeds in zitten, dan is misschien de keuze al snel gemaakt. En krijg je ook de vraag van, goh, hoe gaan jullie om met thuiswerken en wat betekent dat dan? En hoe vaak moet ik dan naar kantoor of mag ik naar kantoor? En wat voor koffie serveren jullie op kantoor? Is dat topkoffie of is dat de koffie van vroeger? En last but not least, die technologie die gaat ervoor zorgen dat die werkplek veel gezonder gaat zijn. En daar ga ik nu nog wat meer over vertellen. Drie hoofdthema's. Dus al deze thema's komen bij ons terug in drie hoofdthema's. En dat is dat we met technologie met een paar kleine aanpassingen al heel veel energie kunnen besparen. De indoor conditions die rondom gezondheid hangen, die kunnen makkelijk aangepast worden. Zeker in tijden van COVID is dat van belang. En de derde is de efficiëntie van die werkplek. En dat is, laten we zeggen, ook in de ogen van de CFO gewoon een heel belangrijk punt. We gaan een recessie in en hoe kunnen we de kosten onder controle houden? Nou, om te beginnen met de eerste. We hebben het hoofdkantoor van Unilever gerenoveerd. Een retrofit gedaan. Dat was in de buurt van New York, in New Jersey. Heel interessant, grote casus. Die mannen hadden al een programma van eisen gemaakt. En wij keken daarna en wij vonden dat eigenlijk heel erg inefficiënt. En we hebben ze voorgesteld om veel meer te gaan investeren in het pand. Maar ze dan wel een green lease te geven. Waarbij wij de energieconsumptie gegarandeerd hebben. Onze Amerikaanse partner kreeg een hartaanval toen we dat voorstelden. Want een 15-jarige garantie van een energiecontract, nou, daar hadden ze in Amerika echt nog nooit van gehoord. Vonden ze veel te risicovol. En wij keken naar de data van het energieverbruik. En we dachten van, met onze ogen dicht gaan we hier 70% energiegebruik verminderen. Maar we garanderen 50%, dan hebben we nog een enorme buffer. En dat moet goed gaan. Gebouw presteert veel beter. Even voor jullie informatie. De Amerikanen zaten er nog zo in dat het enkel glas, dat toch prima is. Nou, als je een landklimaat hebt met enkel glas waar het in de zomer te warm en de winter veel te koud is, dan is dat vrij gemakkelijk oplosbaar. Dat glas dat verdient zich in 3 jaar terug. Als je 15 jaar hebt, dan is dat heel makkelijk. De sensoren echter helpen ons enorm. Want op het moment dat nu dat kantoor, als er op zondag 1 iemand binnenkomt en het hele gebouw gaat aan, dan zijn er bij ons meerdere mensen die op hun mobiele telefoon een signaal krijgen. En dan kunnen we direct contact opnemen met Unilever en ervoor zorgen dat dat op veel betere manier georganiseerd wordt. Dus die reactie van die lokale omgeving, die komt gelijk bij ons binnen. Daar is vandaag de dag nog wel een human intervention voor nodig. Wij hopen dat we het zover gaan krijgen dat het een soort self-driving car gaat worden. En dat dat allemaal volledig automatisch gedaan wordt. Als we dat willen echter, dan werkt dat veel makkelijker bij nieuwbouw dan bij een herontwikkeling van een gebouw. Want dan zou je de installaties ook perfect daarop moeten uitleggen. De juiste koelcapaciteit hebben en de juiste sensoren in het pand. En op het moment dat je een renovatie doet, is dat toch altijd een beetje een compromis. Nou, het tweede topic over de indoor qualities. Ik denk dat vandaag de dag een hele duidelijk is. Wij zijn het WELL-certificaat gaan gebruiken. En het WELL-certificaat zorgt ervoor dat we in ieder geval een soort startpunt hebben om vast te stellen wat is nou eigenlijk de kwaliteit van de binnenruimte in zo'n gebouw. We zijn er niet 100% tevreden over. We denken dat er nog heel veel dingen meer kunnen. We denken dat we heel veel kunnen leren op dit moment van de COVID-omgeving. En dat het garanderen van een veilige werkplek, dat was bij ons erg ook op CO2-uitstoot gericht. En vandaag de dag kom je er weer achter dat daar toch ook nog wel een paar nieuwe dingen een rol in spelen. Dat maakt het niet altijd makkelijker. Ik had het dus juist met Jan even over dat we een best wel een paar moeilijke discussies hebben over energiegebruik aan de ene kant en gezondheid aan de andere kant. De gezondheidsvraag is nu eigenlijk om veel meer te ventileren. Dat ook op een andere manier te doen. Maar dat zorgt er wel weer voor dat je sustainability eisen onder druk komen te staan. En daar hebben we een spanning over en wij hopen eigenlijk dat een aantal grote bedrijven en misschien wel een aantal start-ups in een heel hoog tempo een soort vernieuwing teweeg gaan brengen en dat we daardoor voor elkaar gaan krijgen dat we betere machines krijgen die nog efficiënter zijn, maar die wel heel veel lucht kunnen rondblazen. En we denken dat we een stap terug gaan doen in sommige technologie, dat de ramen zo meteen weer open kunnen en dat we dat hele ouderwetse ramen tegen elkaar openzetten, dat ook weer iets wordt wat we in de toekomst steeds vaker zullen gaan zien. Efficiency. Mijn visie is dat we zometeen allemaal 2 dagen in de week thuis gaan werken. Gemiddeld genomen. Er zijn sommige mensen zijn die dat veel meer doen en andere mensen die dat minder doen. Als we dat doen, dan zou je zeggen, nou, dan kunnen we heel veel vierkante meters teruggeven.
tot nu toe zien wij heel veel voorbeelden waar dat niet het geval is. En waar de vrijkomende ruimte van die Chinese legbatterij, waar ik het eerder over had, dat die eigenlijk wordt vrijgespeeld voor veel meer gave breakout rooms, voor een upgrade van de koffiemachine en voor allerlei andere zaken, waardoor het echt de moeite waard wordt om naar kantoor te komen. En dat hebben we in het verleden nog veel minder gezien. En dat we denken dat dat een belangrijk thema gaat worden. Wij waren vanaf het begin af aan verbaasd wat een voordeel het is als je exact weet wat er in een gebouw gebeurt. Deloitte heeft veel meer mensen in zijn kantoor geplaatst bij de eerste Edge dan ze aanvankelijk van plan waren. En in die conclusie waar we het net over hadden, als inderdaad mensen 2 dagen thuis gaan werken, dan is het ontzettend noodzakelijk dat je per bureau zo meteen precies kunt gaan vaststellen welke bureaus worden wel gebruikt, welke niet. Dat mensen zelf ook even via een makkelijke functionaliteit, dat kan een app zijn, en er zijn andere tools voor, een bureau kunnen reserveren of een vergaderkamer kunnen reserveren of andere zaken. Natuurlijk hebben we vergaderkamersystemen op dit moment, maar de nieuwe wereld waarin die breakout rooms, waarin die plekken waar je met een team even met sparren wil sparren met elkaar, daar is de normale vergader-app, die is niet voldoende en we zullen daar functionaliteit aan toe moeten gaan voegen. Al die informatie komt samen op een platform. Wij zijn een van de bedrijven die platformen maakt, maar er zijn er veel meer. Er is één ding waar ik geen twijfel over heb. Over 10 jaar gaan al jullie kantoren, ik zie jullie maar even als de professionele markt, gaan alle kantoren deze functionaliteit hebben. Alle kantoren gaan close to energy neutral zijn, of in ieder geval Paris proof in de volgende 10 jaar. Alle kantoren zullen gaan signaleren wat is de gezondheid in een gebouw. En iedereen zal bijna op bureauniveau precies willen weten wat wordt nou gebruikt, wat wordt niet gebruikt, wat zijn de efficiencies daaromheen, kunnen we algoritmes bedenken die dat gaan voorspellen, en al die zaken komen samen op een platform. En dat platform, zullen sommigen zeggen, dat hebben we al, dat heet BMS. Nou, BMS'en zijn te ingewikkeld, je moet een soort BMS-kunde gestudeerd hebben om dat goed te begrijpen. Dus er komen platformen waar iedereen dat, bij wijze van spreken, aan zijn ouders kan uitleggen hoe dat allemaal werkt. Die makkelijk te gebruiken zijn en waar je direct met een paar kleurtjes, rood, groen, oranje, kunt zien of dingen goed lopen, zoals verwacht of niet. De volgende generatie na 10 jaar wordt weer heel veel beter en dan krijgen we echt die autonome gebouwen die dat allemaal zelf kunnen. Dan gaat AI een veel grotere rol spelen en de komende jaren verwachten we dat dit de way forward wordt. Een paar dingen over COVID, gewoon omdat het zo leuk is om dat even te laten zien. Wij hebben natuurlijk ook een heel programma gestart om ervoor te zorgen dat mensen terug kunnen naar kantoor. Ik ben heel ouderwets, ik vind het heerlijk om op kantoor te zijn en samen te werken met collega's. Je merkt in no time hoeveel ideeën, de hele serendipity of iets horen en iets dat combineren met iets anders wat iemand zegt. Dat is voor mij nog steeds heel erg waardevol. Maar dan moet dat kantoor wel een veilige werkplek zijn. Daar zijn jullie vast allemaal mee bezig. Wij hebben ons kantoor zo opgezet dat er heel veel ruimte is tussen de bureaus. We hebben gelukkig een wat oversized kantoor. Dat is voor ons natuurlijk ook een klein beetje een showroom. Maar dat maakt het makkelijker om wat ruimte te vinden. En we hebben een nieuwe indeling gemaakt waarin dat ook mogelijk is. Nou, zullen jullie horen wat is nieuw? 1,5 meter samenleving, dat hebben we allemaal gedaan. We hebben ook gedacht, laten we het leuk maken. Dus als we dan toch een scherm maken tussen 2 bureaus, waarom niet een beetje een leuk scherm? En dus hebben we nagedacht over kunst. En we hebben zowel klassieke kunst, van het Rijksmuseum tot aan moderne kunst, hebben we laten printen op schermen. Die kunnen we ook weer heel makkelijk vervangen. Dus als je op een keer uitgekeken bent op de nachtwacht, nou, dan komt er weer een ander printje. Dat kost maar een paar euro en dan wordt dat vervangen. En dan krijg je weer iets anders om tegenaan te kijken. En mensen merken dat mensen het leuk vinden. Dat ze het weer een soort energie geeft om dan op die manier te werken. Nou, wat wij tegelijkertijd dan gedaan hebben, is dat we dat dan ook zichtbaar willen maken. Dus we hebben een aantal grote schermen waarop zichtbaar wordt hoeveel mensen zijn er nou aan het werk, welke vergaderkamers zijn er in gebruik. Nogmaals, dat is vaak informatie die bij de gebouwbeheerder of de facilitair manager van de huurder terechtkomt. En wij hebben willen laten zien op een groot scherm als je binnenkomt hoe die informatie eruit ziet. En dat is een touchscreen, dus je kunt daar vrij gemakkelijk kun je ook dingen uitvergroten of dingen met elkaar combineren. Een belangrijke tool om daadwerkelijk te zien dat die punten allemaal werken. En dit is een van de voorbeelden dat je kunt vaststellen welke kamers zijn er nou in gebruik, welke zijn leeg, wat weten we dan voor de volgende dag, welke dingen zijn er al geboekt, welke predictions kunnen we doen gebaseerd daarop.
En het duurt heel even om niet alleen, laten we zeggen, op je te nemen en te snappen, maar ook om er actief mee aan het werk te gaan. Maar op het moment dat je dat onder controle hebt, dan is dat een enorme stap voorwaarts. Twee laatste dingen die ik wil zeggen. En dan moet ik volgens mij weer, dan loop ik mijn tijd uit. Er is één dingetje wat op de achtergrond nog steeds wel een klein beetje een rol speelt. En waarvan wij denken dat die keihard weer terug gaat komen in de komende maanden. En dat is de Green Deal, dat is sustainability. En wat we merken, ik was in het begin van het jaar uitgenodigd door meneer Timmermans, onze eurocommissaris, om daarover mee te denken. Er komt een Green Deal aan waarin Europa Paris-proof gemaakt moet worden. En iedereen heeft door dat vastgoed het laaghangende fruit is. Nederland is al begonnen met wetgeving en loopt daar in dit geval op voorop. Dat wij allemaal moeten zorgen dat de kantoren energie label C hebben. En als dat in 2023 niet zo is, dan mag je het kantoor niet meer verhuren. Ik heb het laatst aan de minister gevraagd van, goh, gaan jullie de ME sturen naar gebouwen? En die zei, nou, dat zal wel loslopen. Ik heb het de Urgenda gevraagd. Weet je nog, die mensen die laatst die rechtszaak hadden gewonnen. En die zeggen, nou, wij gaan al in 2022 gaan wij bouw- en woontoezicht in de grote steden aanschrijven. En gaan we tegen ze zeggen, gaat u wel toezicht houden? Want er zijn heel veel goede eigenaren die hebben dat al gedaan. En heel veel andere eigenaren nog niet. 52% van de voorraad in Nederland is vandaag de dag nog niet energielabel C van de kantorenvoorraad. Ik kan me voorstellen dat heel veel in jullie portefeuille is dat allemaal wel al op orde is, of dat de plannen zijn gemaakt. Maar een simpele rekensom leert ons dat er gewoon niet voldoende capaciteit is bij de bouwers om dit allemaal te gaan aanpassen en om alle verlichting te bestellen en alle andere zaken die dan nodig zijn om het te kunnen doen. Dus dat is nogal een dingetje. Last but not least, home office, thuiswerken. Ik zei het al, 2 dagen in de week. Denken wij zal wel eens een beetje het gemiddelde worden. Waar het over 10 jaar staat, I don't know. De kantorenmarkt wordt vaak in de hoek gezet van, nou, dat hebben we niet meer nodig. Dat heb ik 10 jaar geleden, 15 jaar geleden ook eerder gehoord. Maar heeft een enorme resilience om toch weer terug te komen in een iets andere gedaante. Dus ik ben heel erg benieuwd waar dat naartoe gaat. En ik ben ook benieuwd in jullie reacties allemaal, hoe jullie dat zien. Maar dat technologie daar een hoofdrol in gaat spelen, dat staat voor mij helemaal vast. Dankjewel. Cool. Ja, we hebben natuurlijk nog wat vragen. Ik wil vragen aan Jacco van Noppen van de TU Delft. Misschien dat hij even zijn camera aan kan zetten. Kan hij zijn vraag stellen? Ja, ben ik te verstaan zo? Je staat nog op mute, Jacco, sorry. Nee, ik sta niet op mute. Nu niet meer. Ben ik te horen zo? Ja, we horen je. Ah, mooi. Ja, Koen, een goed verhaal en heel, heel aansprekend, dankjewel. Ik vroeg me even af, en die had ik al even in de chat gevraagd. Het was aan het begin van je story, waarin je vertelt dat de thuiswerkplek ook de artefacten moet hebben, of zou moeten hebben van de organisatie zelf. Hè, waarin je dus kan zeggen, er is een logo of het bureau ziet eruit als de organisatie of zoiets dergelijks. En mijn vraag was eigenlijk, denk je ook niet dat door corona meer en meer mensen op zoek zijn naar purpose? En dat het purpose van de organisatie de bindende factor is en misschien zelfs wel de cement, om het maar eens even in gebouwtermen te zeggen, tussen de mensen en de organisatie maakt. Minder dan logo en artefacten. Wat is jouw view daarop? Ik ben dat volledig met je eens. En ik denk dat deze crisis ervoor zorgt dat een aantal trends die we al zagen, dat die versterkt worden. En die trend van purpose boven een leaseauto of andere flauwekul, dat steeds belangrijker wordt. De grote vraag wordt wel, als die purpose dan zo belangrijk is en je zit op je zolderkamer te werken, misschien met een huilende baby niet zo heel ver weg, omdat die er ook nog in de buurt is. Hoe gaat die purpose nou een verschil maken of jij dan op het moment dat je daar aan het werk bent, dat je daar ook iets van meekrijgt? En waar wij erg over aan het nadenken zijn, is hoe kun je er nou voor zorgen dat die purpose dan ook verbonden blijft? Is dat omdat je de achtergrond van je scherm iets zegt over die purpose? Of is dat een poster aan de muur? Of wat is het nou waardoor je ook thuis een verbondenheid voelt met dat bedrijf, met die cultuur van dat bedrijf en met de purpose van dat bedrijf? En daar is nog veel over gaande. Er zijn overigens veel debatten over dat thuiswerken. Eén ding wat ik nog vergeten ben te vertellen is dat wij denken dat de vakbonden zometeen hun vinger opsteken en zeggen, ja, wacht even, maar 2 dagen thuiswerken, 40% van je tijd. Wij eisen dat dan de kwaliteit van die werkplek hetzelfde is als op kantoor.
Arbo-eisen, allerlei andere eisen die daarvoor zijn. En er is een uitspraak in Zwitserland en die heeft al gezegd dat als je thuis werkt en je doet dat, en je wordt eigenlijk gedwongen om thuis te werken of wordt verwacht dat je thuis werkt, dan moet een deel van dat appartement ook betaald worden door de werkgever. En daar heeft een rechter in Zwitserland van gezegd, we vinden dat redelijk en dat is ook te verwachten, want als jij verplicht wordt om iets op een bepaalde manier te doen door je werkgever, dan zegt de wet dat die werkgever daar ook voor moet betalen. Dat is nog geen wetgeving in Nederland op dit moment, maar dat is wel een trend die op ons afkomt rollen. Oké, dankjewel. Martijn, hebben wij nog veel vragen online? Online nog niet, maar misschien hier uit de zaal. Nou, Koen, dan, ik heb in ieder geval wel een vraag. Dat clubhuisidee, hè, van, volgens mij worstelen we allemaal er wel een beetje mee. Gaat dat nou leiden tot meer of minder meters voor ons? Ja. Want die CFO van mij, die dat te hakken, nou 30% eraf, Marijn. Ja, nou, wij praten met de grote huurder, vertelde ik net. Die hebben vastgesteld en die hebben alle medewerkers geïnterviewd dat gemiddeld genomen het mensen 2 dagen thuis willen werken. Heel interessant. Niemand wilde nooit thuiswerken en niemand wilde altijd thuiswerken. Niemand, laten we zeggen, statistisch viel die eruit. En de normaalcurve zat volgens mij op in het midden 2,2 dagen. Als je dat gaat doen, zou zeggen, dacht, werd het mij een beetje wit om de neus. Want ik dacht, wow, als we 40% van de vierkante meters kantoor dan ook gaan teruggeven, nou, dan kun je de kantorenmarkt wel heel even, dat was echt een probleem. Dan moeten we even geen nieuwe dingen bouwen. Vervolgens gingen ze intekenen. Dit is een gebouw, dit is een huurder. Die zaten al onder de 11 vierkante meter per persoon. Dus vrij efficiënt in hun gebruik van hun vierkante meters. En ze gingen met een architect aan het werk om royaal te tekenen welke dingen er allemaal konden. En daar kwam uit dat ze uiteindelijk net zoveel vierkante meters nodig hadden als vroeger. Nou, mijn schatting is dat de CFO is en toch een beetje aan de macht op dit moment. Dat hij hard genoeg gaat mappen om ervoor te zorgen dat we toch 10-20% teruggaan in vierkante meters. En vervolgens zul je zien dat over een paar jaar, als die markt dan weer herstelt en die recessie is weer een beetje afgelopen, dat dat weer terugkomt. Ik verwacht wel weer hetzelfde als in 2008. Ik denk dat een paar markten het moeilijk gaan krijgen. Diemen, Kapel aan de IJssel, Nieuwegein, suburbs. En wij geloven heilig dat de stad toch wel gewoon de plek blijft. De Zuidas zal goed blijven, de binnenstad van Utrecht, van Rotterdam en van Den Haag. Dat zijn de plekken waar wij gewoon doorgaan met investeren. Dus eigenlijk de merendeel van de impact zal zijn bij ondernemingen die nog geen flexfactor of een beperkte flexfactor toepassen. Ja. Daar zal de impact waarschijnlijk groter zijn. Daar zal de impact groter zijn. En ik denk dat de grote uitdaging voor bedrijven zoals de mijne, en die voor jou ook trouwens, gaat worden dat er gewoon nog tientallen miljoenen vierkante meters kantoor niet geschikt zijn. Ik gaf net die vier pilaren. En die vier pilaren die gaan in alle professionele kantoren een rol spelen zometeen. Dus als je gezondheid nog niet beentbaar is en nog niet bestaand is in een gebouw, dan gaat wat gebeuren. En die medewerker gaat dat eisen. En, dus ik denk dat de grote mooie uitdaging die voor ons ligt, waar heel veel werk gaat gebeuren, is om al die oude kantoren om te zetten, te retrofitten. En die duurzaamheid, dat is een beetje een soort stok achter de deur. Dus die meneer Timmermans, die gaat zo meteen een beetje daar druk op zetten. Daar komen subsidies voor. En als je dan toch een gebouw sustainable maakt, maak hem dan gelijk leuk. En maak hem dan ook gelijk gezond. En doe dat met een beetje technologie. Die technologie die is nu ondertussen gewoon goed. Die is makkelijk beschikbaar. Er zijn een aantal aanbieders die dat kunnen. Dan wachten we op. Oké. Okay, ja. En dan maar even wat minder nieuwe kantoorgebouwen. Dus dat zal wel een beetje teruglopen even. En daarna zullen we zien wat de lange termijn trends worden. Die revitalisatie, dat doen we graag in mee. Zo zie ik het ook. Kort, kunnen wij COVID-19 partikeltjes al meten in de lucht eigenlijk? Ja, dat schijnt mogelijk te zijn. Alleen dat is nog wel echt... Het begon met een ding achter je keel. Vervolgens is het nu met een beetje slijm ook meetbaar. En nu zijn er al sensoren die het bij die filters ook kunnen meten. Onze sensoren gaan niet zo ver, maar wat onze sensoren wel weten is dat een bepaalde luchtvochtigheidsgraad en bepaalde andere factoren de kans veel groter of veel kleiner maken dat dingen foute virussen rond waren. Niet alleen COVID, maar ook heel veel andere ziektekiemen. En we moeten gewoon af van alle zieke kantoren. En of het nou COVID is of iets anders, dat kan gewoon beter en die technologie is er. Dankjewel. Graag gedaan. Ik denk 2 jaar geleden, I'll do this in English. I know you understand the Dutch as well, but
2 years ago, I was at the CBRE meeting in Amsterdam as well about healthy offices and whatever we're going to do there. I think it was smart. It was focused on smart buildings, right, at that time. And Elizabeth spoke there, and I think it was. I like the energy in your meeting, and you're addressing the right points at that time. And we talked about filling in the program for today, and we thought about you, and it was actually extra interesting because you're making the shift towards healthy buildings. So I'm looking forward to hearing your view on this this issue and how we're going to deal with help us deal with this issue. Elizabeth Nelson, thank you very much. Thank you. Can everybody see me, or do I need to stand up on the podium? You can be honest. Okay, I'm going to start with a little quiz because this is kind of an exciting time right now. Who knows when the first smart building was created? Does anybody have any guesses? 10 years ago? So 2010? 20 years ago? 2000, millennial? Okay, and who created the smart building? I'll give you some multiple choice. The British, the Americans, the French, the Germans, or the Dutch? Germans, the Dutch. That's a great point. That's a really great point. So I am defining a smart building as a building that uses technology to automatically stay in a target zone for that space. Okay, yeah. So it's actually a little bit of an anniversary. So this is the 400th anniversary this summer of the first Dutch building, created by a Dutch inventor, Cornelius Drebbel. He created a smart chicken coop where the temperature was regulated so that the chickens not only laid more eggs seasonally, not seasonally throughout the year, but throughout the day. Made a lot of money for it. So 400 years. But I digress. Anyway, my name is Elizabeth Nelson. I'm a scientist. I'm a writer. I never thought I would be up here. Oh, now I'm going too far. Can I go? Oh, I'm sorry. I never thought I'd be here because I had my dream job pretty much out of college. I got hired by the best advertising agency in the world, and I got to be their nerdy researcher. I got to work with professional athletes, some of their new product design. I got to figure out what people wanted, and I completely loved my job and had the terrible fear that people would figure out that I wasn't good enough to be there. So I threw myself into my work. I started working on the weekends, always replying to emails, getting the bigger cup of coffee in the morning, which, if you can't tell, I'm an American and we already drink way too much coffee. And the glass of wine at night just to get to sleep. But things started to happen. I was more emotionally vulnerable. I was more likely to react. I wasn't sleeping well. And it wasn't until I slept through the more painful part of a bikini wax that I realized I had burned out from the job that was my dream. So what did I do? I decided that I didn't want to work like that anymore, but I also didn't want anyone else to work like that anymore. I was a researcher. I wanted to see what we could do and find a better way to work using technology, using health, using what we'd learned. So I pitched a PhD to the University of Twente to study the Dutch. Why did I want to study the Dutch? Some of the most interesting people in the world. Usually this is where the Swedes say, no, we're actually the most interesting people in the world. And people love to study the Scandinavians, but the Dutch are very interesting because of how they work and some of the things that are coming in. So the innovation that comes out of the Netherlands is fascinating. The level of happiness that comes out of here is also really interesting. But the burnout rate is increasing in a way that's similar to places like the US and the UK. Not to the same level, but it is increasing. So what are the Dutch doing right? And what are they getting pulled into from those cultures of burnout? All right. This was the beautiful office I worked in, by the way, that I burned out from. So I put together this research. I
with CBRE, and I ended up telling someone that that said it was a good story. So I decided to write a book about it. This is my book, right below Michelle Obama's. So I have a bunch of here as prizes. So I'm trying to do a really interactive session. So if you answer right or just be really honest, you'll get one of my books. And I'm trying to be COVID friendly, so I'll leave them up here. You can come get them afterwards. Let's start this beautiful building that I actually got to consult on a little bit, which was a dream for me because it's one of my favorite places in the world. So sleep. Who slept less than 7 hours last night? Who slept 7 to 9? Who slept more than 9? Nobody. Okay. So does anybody have any guesses what the average hours of sleep is for a working adult? Including weekends. So the average of the 7 days. 8? Okay, so it was 8 for a really long time, which was magnificent because what we need to recover, to have our brain and our body work best is between 7 and 9 hours of sleep. And it used to be 8, which was fantastic. We also used to have a really good level of deep sleep and recovery sleep. However, recently in the last decade or so, we've gone to an average being at 7 and our quality of sleep has gone down. So what's been really interesting during COVID times is that while people might not have the commute they used to have, some of the stresses that are coming into it or the distractions or side of the constancy of working has actually decreased some sleep quality in that way. I'm getting rushed. Okay, so smart buildings. Smart buildings are an amazing way. I'm a biomedical engineer. I love technology to improve health and what we can do with it. I think this building is such an amazing example of what we can do with a building because of using tools to better that forward. So sound. Does anybody know? I already gave it away. One of the biggest complaints in offices is temperature and sound. Temperature is a problem because women usually like it about 2 degrees Celsius higher than men. I think men should just dress differently. But sound is one of the biggest problems we have in the office. And it's different with COVID, but we did this amazing research with booking.com where we looked at different sound qualities because people are different when it comes to sound. Some of us are very noise sensitive. Some of us do very well with sound and we work our best. This is related a little bit to introverts and extroverts. When you look at introverts, often you see that they do more deep focus work on their own, writers, coders, like booking, this kind of thing. So we did this huge study with them and we ended up saying that their new campus should actually be designed for sound. Different spaces should have different sound levels. This focus workplace should have this sound level. This collaborative workspace should have this sound level. And this social workplace, which is incredibly important, especially for younger people. A lot of tech companies have a younger demographic. And what we're seeing is that they're not, they're not maneuvering the digital landscape as well as some older generations. They know how it works. They know what to do with it, but they don't know how to connect with people in the same way that their brain says, I'm happy. I just saw someone, I had a great connection. So if you want to look at your person, find somebody to look at. Left, right, look at them. Person on the right, smile. Person on the left, don't smile. This is a little bit of a scientific experiment. It doesn't work. No, it doesn't work that well. One of the things that's so important about human connection is that our brain responds very differently to someone being there than emojis do give a sort of pseudo response, which is really interesting. But the connection to seeing another person, to seeing them smile, is fantastic for our brain chemistry. And it's something that we have to include in the workday. It's something where we need to connect people. We need to fill them socially. And it's something that's going to be very interesting when some of the studies that are being run on COVID are coming out in the next few months.
Biophilic design. I'm running out of time, but one of the things I wanted to talk about was, does anybody know this house in Sweden? It's called the Nature House. So this is a closed system house in the forest in Sweden that has a greenhouse around it. It's tropical temperatures year round. They process their own water. They use their gray and black water to water their plants, this kind of thing. It's a fantastic example of what's going on. But does anybody know why it came into existence? It actually wasn't on purpose. So this man who worked at a hospital wanted to build a log cabin. And what he did, he was making good progress, and then he had twins who didn't sleep very well through the night. And then he hit the Swedish winter and couldn't build in the same way. So he actually thought, oh, why don't I build a greenhouse around my house so that I can actually finish building it? So I tell you this not because I think it's an amazing story, it is, but I think some of the biggest problems that we're coming up against right now are actually our biggest opportunities. And I think when we look at examples like this of something being a problem, some of the COVID things coming into play, it's this huge opportunity for us to make a big jump and to try something a little bit different. So lighting, I love light. I'm from the north originally, where we don't get very much light, similar to here. Lighting is this amazing thing, but it's something that our current society is really fighting for, A lot of us in the winter don't see daylight or aren't connected to it, and it's confusing our brains. It's also, does anybody know if they're a morning person or an evening person? Who's a morning person? Yeah. Who's an evening person? And who does best in the workplace? Who do you think? It's a very clear divide. Certain people do much better. Who's likely to get a promotion? Evening person. Yeah. An introvert versus extrovert, who's likely to get a promotion? Extrovert. Yeah, so we're seeing this huge divide where the kind of the corporate culture is meant for extroverts, for people who feel alive in the morning and not the way I feel, for people who can focus when other people are talking, can do this kind of thing. So the amount of data that we can get from smart buildings, oh, am I out of time? Okay, all right, I'm done. I'm just going to close it up with this. In everything that we've learned about the health, the safety, the sustainability of buildings, a few of us came together and said, could we do something important with this? Could we make buildings better on a large scale? And so a big group of us came together, universities, experts, technology people, and said, what if we put together a certification that helped buildings show on a roadmap where they could go, or celebrated great buildings? So we launched the Smart Building Certification on the 400th anniversary of the first smart building here in Holland to work with buildings like that. I can answer some questions about that, or some health, or whatever, but thank you so much. We have no questions from online. Are there anybody here? Yeah. Oh. A lot of things are digital right now. You said that a smile can do things to your brain. But is a smile on screen during a call the same thing as a smile face to face? Yeah, researchers there's a lot of papers coming out about the Zoom fatigue, I think it's what it's called. And so what they're saying is, yes, there's a certain amount of connection that can come through digital, but our brains haven't really adapted to it. So there's a certain amount of exhaustion with trying to connect with someone and look at them in the eye through the screen, and are they looking at me? And so the most efficient and best way for us to connect and get those happy hormones is for me to smile at you right now. Yeah. Yeah, so we should be in the office, right? Every once in a while. Koen has a question.
We just learned that it's 400 years ago that we had the first smart building. We started by coincidence 5 years ago. But today, I still talk to a lot of tenants that are not really working on any smartness in their buildings. We're talking about sustainability, maybe health, but smartness not so much. What is your analysis? What is it? Why is it taking so long for the adoption to really happen? Yeah, I think that smart is being thought of as an afterthought with building and not as sort of the brains of the organization. So I think that smart is also way too siloed right now. Technology companies in general are keeping their technology very siloed. What we're finding out in academia with smart technologies and smart buildings is not being pushed out enough. And so I think we need to de-silo all of this and start talking and educating about the possibilities with smart. Because I think one of the things that you guys say too is that sustainability, everybody likes sustainability, but nobody wants to pay for it. But when it comes to smart technology, when you look at efficiency, it's a huge savings opportunity. There's a tech company called Energetica that is now saying that they'll wire your entire company for free. They'll just take your savings at the end of the year. And it's not because they're stupid. I mean, this is a very solid business plan where they're going to make a lot of money doing that. But I think the adoption rate is really about a lot of people are selling, but there needs to be more thought leadership, and in my opinion. And that's why we're trying to de-silo and do more events where we have a professor, we have a technology company, we have someone in the finance industry. That's one thing that we're hearing a lot from the finance industry is that people who have smart buildings will have a very different relationship with their bank in the future, just because it's one of the best ways that they can forecast. They're getting involved with their data, they're getting involved with their building. We think that this kind of company has a larger success plan for the future. Thank you very much, Elizabeth, for taking us from a chicken shed to a greenhouse. I didn't do the quiz very well, so if you guys just want to go and grab a book at the end. I would love that. Thank you very much. We gaan nu over weer terug een stukje Nederlands. Twee praktijkcases. Jan, gewaardeerd lid van CREM, volgens mij al jaren. Dus hoe gaan wij, ik ben benieuwd naar hoe Siemens omgaat met door de smart building opgave en ook wellicht een kleine doorkraak naar de COVID-19 werkomgeving. Ja, ik zal proberen daar iets invulling aan te geven in mijn bijdrage. Ja. Goedemiddag ook namens mijn kant. Wat Martijn al aangaf, Jan Wessels, vastgoedmanager bij Siemens, voor degenen die mij niet kennen. Lang bij CREM al. Mijn bijdrage gaat over even een vogelvlucht, hoe wij tegen smart buildings aankijken en hoe wij daar de invulling aan geven. Kijken of ik... Yes. Wat de uitdaging is, zowel de bijdrage van Elisabeth als Koen, hoorde ik al heel veel herkenning hoe er tegen smart buildings aangekeken wordt. Ook in onze optiek is het nu echt tijd voor verandering. Niet alleen, de traditionele focus van de business is altijd geweest over kostenoptimalisaties, waar we het net ook al over gehad hebben. Het gaat over het maximeren van de efficiëntie en duurzaamheid. Sustainability opgave is er altijd geweest. Blijven belangrijke doelstellingen, zeker als we naar kosten kijken en hoe we daar altijd tegenaan gekeken hebben. Maar de nieuwe focus gaat veel meer over het feit dat het gebouw niet alleen maar een schil is waar we in zitten, maar veel meer een commodity. Dus we gaan kijken naar het gebouw van, we hebben een gebouw nodig om onze taak uit te voeren. We moeten medewerkers onderbrengen, maar het moet goed zijn voor de mens en de business die daarin zit. De discussie of het nou software as a service gaat, maar je kan ook over building as a service gaan praten. Als we dat als uitgangspunt nemen, vraagt dat ook een hele andere inzet en benadering. En gaat het ook andere eisen stellen aan die werkplek en dat gebouw. Als we dan kijken, dan vind ik het leuk over van, was het 400 jaar geleden? Nou, gelukkig staat er voor 2010. Ik was ook ontzettend blij met die vraag over wanneer, wat is een smart building? Want dan gaat het heel erg over de definitie van smart building. Als wij naar smart buildings keken en hoe ziet die tijdlijn eruit over die transformatie van gebouwen, was dat in eerste instantie, als je kijkt van voor 2010... hadden we natuurlijk ook slimme gebouwen, maar dan waren het vooral slimme gebouwen over technische oplossingen. We monitorden wat in gebouwen, maar we stuurden dan op ter plekke hoe we daarmee omgingen. Later gingen we dat automatiseren.
Binnen Siemens hebben we daar ook wel wat ervaring mee hoe we met gebouwautomatisering om moeten gaan. Werd doorgestuurd en op afstand wel gemonitord. Nog later, en dan zijn we eigenlijk nu, en dan gaat het niet alleen over techniek, maar dan gaat het ook over sensoren en hoe we met gebouwen om kunnen gaan, krijgen we veel meer data en informatie. Proberen we ook software en hardware met elkaar te sturen en die verbinding te gaan leggen. En proberen we ook veel actiever te gaan sturen op onderhoud en het sturen van gebouwen. Naar de toekomst toe, en dan ben ik het eens met wat Koen ook zegt, ga je zelfs zo ver, en daar zullen we nog wel een 5 tot 10 jaar verder over zijn, dat je gebouwen zelf gaan nadenken en simuleren en op basis van eigen inzichten gaan sturen. Een ontwikkeling die we doormaken, als je dan kijkt naar de customer story, nou, ik zal gezien de tijd hem niet helemaal doorlopen, maar dan gaat het er vooral over van hoe zitten we van thuis, komen naar het werk uit. Je meldt een parkeerplaats, je vraagt de toegang op, je zoekt je werkplek waar je zou willen gaan werken. Je gaat naar je persoonlijke instellingen over wat voor klimaat je wil hebben en hoe je werkplek er moet komen uit te zien. Je gaat ook je koffie bestellen en dat soort zaken. Dat kan je allemaal op die ene app doen die we beschikbaar hebben. Daar gaan we wel naartoe. Het probleem wat je met deze hele route hebt, voor een heel deel hebben we dat vandaag de dag al. Alleen dat zijn allemaal individuele oplossingen. We hebben een apart parkeersysteem ten opzichte van het gebouwbeheersysteem. We melden storing op een andere manier. En we boeken onze vergaderkamer met Microsoft en we doen dat niet geïntegreerd. Dat betekent dat het een ontzettend complexe weg is die we aan het doen zijn. En daar zit denk ik ook het momentum waar we nu voor staan. Het huidige beeld is dat we heel veel techniek in huis hebben. We kunnen heel veel en we zijn ook ver. Er zijn heel veel innovaties en ontwikkelingen op dat gebied waar we mee onderweg zijn. Er is in de markt nadrukkelijk een behoefte. Zowel allerlei maatschappelijke druk over waarom kunnen we een pizza heel makkelijk bestellen en kunnen we op kantoor dat veel moeilijker toegankelijk krijgen. Maar er is een maatschappelijke druk en ontwikkeling hoe we daarmee om moeten gaan. Ook is er een maatschappelijke druk met een aantal sociale vraagstukken, of het dan over duurzaamheid gaat en efficiënt gebruik van een aantal zaken. Als werkgever, heel nadrukkelijk, nog steeds voor vertellen aan de gang. Dus nog steeds zijn wij op zoek als werkgever naar de juiste talenten en de medewerkers om die te binden. Voor de werkgever is dat, voor de werknemer. Die gaat zich veel autonomer opstellen. En we vinden het veel beter om die inspirerende werkplek te hebben en niet die saaie kantoorwerkplek waar we normaal gesproken zitten. Dus flexibiliteit is key voor die werknemer om die te kunnen gaan binden. Dat maakt dat er echt een enorm momentum ligt voor dat smart building om juist te zorgen dat je die aspecten kan borgen. Er is in de markt en de werkgevers weliswaar de vraag wordt herkend en gezien, maar wel de nodige reserve tegen. En dat gaat volgens mij om twee hele belangrijke punten. Aan de ene kant de investering waar we het over hadden. En aan de andere kant is het de aansturing. En dan hebben we corona. En ik wil even teruggaan naar in eerste instantie als we het over de focus van de mensen hebben in de investering. Want dat blijft altijd een punt. Heel terecht dat die CFO's aan het sturen zijn en heel erg kijken naar van wat zijn de kosten die daarmee samenhangen. En primair als we gaan investeren in techniek kost dat geld. Alleen als je dat benadert vanuit de mens en we kijken wat een medewerker kost om die te hebben, te houden en te binden of te verwerven. Dan is dit een heel bekende rijtje wat heel vaak in de literatuur terugkomt. Het kost €30 aan energie en servicekosten voor een gebouw. Het kost je €300 als je hier op de Zuidas zit om te gaan huren. En het kost je minimaal €3000 per vierkante meter voor een medewerker. Dus enorm veel energie stoppen in juist die €30 servicekosten, wat we niet moeten nalaten, maar daar heel veel moeite en tijd in stoppen, is lastig. Je kan het veel beter doen om te zorgen dat je die medewerker in ieder geval bindt aan je bedrijf en zorgt dat die het goed naar zijn zin heeft en daar ook de aandacht op gaan richten. Als je daar veel tijd en moeite in stopt en de business case op die manier opbouwt, dan geeft dat al heel snel aan dat het daar ook die besparingen die je daarmee kan bereiken, dat die terug te halen zijn. Het tweede punt, wat wel huiver geeft naar werkgevers toe, was cultuurverandering. En dat is natuurlijk begin van het jaar ook bij ons, is zeker thuiswerken geaccepteerd. Wordt zelfs gestimuleerd om te gaan thuiswerken. Je hebt alleen best een hele grote groep middelmanagementniveau die kijkt naar dat thuiswerken en die daar toch best huiverig voor is.
en die nog steeds wil zien dat er mensen aanwezig zijn. Nou, dat maakte dat er koudwatervrees is bij die mensen voor de onbekendheid en ook IT-infrastructuren die er niet op gingen gericht waren. Daarna hebben we COVID. En dat maakt in één keer toch dat de situatie anders is. Mensen moeten geforceerd om 3 maanden thuis zitten werken. En dat betekende ook dat dat stukje koudwatervrees wat er was bij heel veel middelmanagementniveaus. Gaat terug. Oh. Dat koudwatervrees wat er heel veel zat bij dat middelmanagementniveau. Dat daarna gekeken werd en gezegd van eigenlijk valt het heel erg mee. Productiviteit daalt helemaal niet extreem. Mensen doen nog steeds de dingen die ze normaal gesproken ook horen te doen. En dat maakte dat de acceptatie in ieder geval daar een stuk makkelijker is. En dat je ook de geluiden, zelfs in die periode van 3 maanden, dat er anders tegenaan gekeken wordt. En dus ook in basis, door het geforceerd experiment wat we de afgelopen maanden hebben gehad met thuiswerken, dat er in ieder geval een positieve reflectie is. En dat er veel meer acceptatie voor is om dat op te gaan pakken. Effect daarvan is geweest dat een enorme impuls heeft gegeven aan het versnellen van nieuwe systemen die binnen moesten komen. Dat betekende dat er ook snel implementatie van systemen waar we normaal gesproken veel langer over deden, dat die beschikbaar kwamen. En dat er andere type werkplekken en digitale werkplaatsen, dat er over nagedacht werd. Dat maakte dat ook systemen waar we van zeggen van smart buildings, je hebt een app nodig om te gaan zien hoe gaan we op het kantoor weer terugwerken om te werken en die journey mee te maken, het makkelijk te kunnen reserveren, dat we daar ook volop op dit moment mee bezig zijn. Comfy is een bedrijf ook binnen de Siemens groep die die apps ontwikkelt en die we nu heel grootschalig aan het uitrollen zijn. Dat is een systeem, een platformsysteem, wat in ieder geval ook fabricaats-onafhankelijk, en dan zal ik naar de volgende door, gezien de tijd, maar fabricaats-onafhankelijk, die koppelt building management systemen aan kalenders, IT-systemen van merk-onafhankelijke bedrijven. Daarmee creëer je een simpele oplossing, want ik denk dat dat key is, dat we in ieder geval een oplossing aanbieden als je naar dat soort systemen toe gaat, dat het simpel, makkelijk en toegankelijk wordt voor medewerkers. En dat je ook niet alleen weet dat je de temperatuur in de kamer kan regelen, maar ook weet of je medewerker beschikbaar is. En dat er een vergaderruimte te reserveren is en een parkeerplek beschikbaar is. Dat dat allemaal op 1 app is, in plaats van dat je 4 of 5 verschillende dingen moet gaan ophalen, maakt het makkelijker en toegankelijker voor medewerkers. Daar zit naar onze overtuiging absoluut de kracht in om dat te gaan doen. Het biedt gelijktijdig dat je ook een platform hebt om te sturen en naar het gebouw te kunnen gaan kijken van wat voor efficiëntie kan je gaan halen en bereiken. Dat geeft wat Koen ook aangaf van kom met die monitor en het keyboard wat je hebt om te kijken of er op zondag energie wordt verbruikt. Ook dat kan je allemaal met dat soort systemen doen. Wat is de nabije toekomst? En dat is dan mijn laatste slide daarbij. Absoluut ervan overtuigd dat die werkplek en die kantooromgeving die zullen gaan wijzigen. Medewerkers op een eenvoudige, simpele wijze inzicht geven in hoe kantoren en werkplekken gebruikt gaan worden. En de aanwezigheid van collega's is absoluut behoefte aan. Kantoren en vergaderruimtes zullen flexibeler ingezet gaan worden. Want ook dat is een heel groot voordeel dat we veel sneller naar een pay-per-use systeem kunnen toegaan. En ook de toerekening en de doorbelasting kunnen gaan regelen. En tot slot, faciliteiten, comfort en uitstraling van de kantooromgeving wordt veel belangrijker. In plaats van dat we grote kantoorblokken van 6 plekken maken waar medewerkers bij elkaar zitten, zullen we veel meer toegaan naar kleine oplossingen waar je medewerkers in een bepaalde omgeving zet. En dat betekent dat dat absoluut 4 pijlers zijn om te zeggen, we moeten naar die smart building toe en naar die prettige werkomgeving om medewerkers juist aan het bedrijf te kunnen gaan binden. En ja, dan is het eigenlijk de slogan binnen de vastgoed van is locatie alles makend, zaligmakend, locatie, locatie, locatie. Gaat dat in de toekomst veel meer toe naar communicatie, informatie en ook een beetje locatie. Maar het is niet alleen maar meer de focus op locatie. Vooral communicatie, informeren naar medewerkers en hun ook nog een prettige werkplek gaan geven. Dat is mijn dankjewel, Jan. Bijdrage. Hebben wij online de... Ja, ik wil aan Peter Kwikkeboom even vragen of dat hij zijn camera aan kan zetten. Dan kan hij zijn vragen... Kijk, zowel camera als beeld. Misschien ook de microfoon? Een microfoon heb ik aan. Ja. Ja, oké. Okay. Zijn te horen. Ja, mijn vraag is erop gericht. Hoe ga je borgen dat je met binnen de AVG-wetgeving
deze gepersonaliseerde gebouwafstemming op elkaar afstelt. Je gaat namelijk heel veel dingen koppelen aan persoon. En ja, hoe ga je borgen dat die gegevens niet buiten het bedrijf komen? Ja, absoluut. Goede vraag en een goed thema. We zien het nu al, want dat hebben we op dit moment ook al met parkeersystemen die we aan het doen zijn om dat te gaan borgen. Zeker een punt waar in de app die nu uitgerold wordt heel veel aandacht aan gegeven is. Ik denk dat het niet te ver voert om daar heel in detail op in te gaan, maar kan ik zeker wat informatie over toesturen. Oké, dankjewel. Nog verdere vragen online? Er zijn vragen hier in de zaal. Hebben jullie nog zeg maar neighborhoods of buurten waarin werknemers zitten? Of krijgt, is het gewoon helemaal los vrijgegeven? Ik kan me voorstellen als je echt gebruik maakt van die smart building technology, met een reserveringssysteem gaat werken en mensen 's ochtends een plek moeten reserveren en dan hopen dat ze een beetje of op een slimme manier bij elkaar in de buurt terechtkomen, want dat is iets. Wat, nou ja, als je dan toch over efficiëntie hebt, is misschien het oude denken, maar het beheerst toch nog wel behoorlijk het gedrag van veel ondernemingen. Zeker in deze tijd is daar toch wel druk op om efficiënt gebruik te maken van je ruimte. Eigenlijk belemmert dat de efficiëntie. Zeker. Dat je dus mensen een bepaalde neighborhood moet toekennen. Dus eigenlijk zou je idealiter dat helemaal vrijgeven, maar tot nu toe zijn wij daar in ieder geval nog niet in geslaagd. Hoe gaan jullie daarmee? Wij ook niet. In die zin dat je wel ziet dat op wat grotere business units, dus we hebben een club die over wind gaat, we hebben een club die over digitale industrie gaat, en dan heb je het over segmenten van 150 tot 200 medewerkers die bij elkaar zitten, dat op dat punt wel het onderscheid wordt gemaakt. Wat ik zeg, we hebben op dit moment houd je touwtje oplossingen beschikbaar om dat te gaan monitoren. Dus we hebben een toegangsbeheersysteem waarin we informatie geven hoeveel mensen er binnen zijn en dat we een stop zetten op het aantal werkplekken. Daarvan is absoluut de noodzaak. En dat is de enige zegen van corona die wij dan ervaren. Want dat geeft een enorme drive op een aantal van implementaties van dat soort dingen. Dat we nu ook zeggen, we hebben die overkoepelende app gaan we uitrollen. Wordt deze zomer heel groot uitgerold. En daar brengen we die fragmentatie dus aan op onderdelen nog. Ook daarvan moeten wij gaan ervaren komende maanden of we dat niet wat breder kunnen zetten. Want 100% eens, ik zou het ook het liefst hebben dat we een totale populatie van 1000 man voor een kantoor daarin opnemen. En dat je daarop kan gaan spelen. Maar die ontvlechting zeg maar, van de echte units, datzelfde ervaren wij ook. En dat was bij ons dus ook een brug te ver. Dus het is op business unit niveau gebleven, vooralsnog. Dankjewel. Nog tijd voor één vraag. Vanuit de app krijg ik in ieder geval reacties te horen dat er meer mensen geïnteresseerd zijn in die informatie omtrent de AVG. Oké, nou, ik ga zeker toesturen. Ja. Absoluut. Ja, ik zal het gedeelte nemen. Een vraag, en die ook voor Koen en Elisabeth. Waar ik benieuwd naar ben, we zien dat het invullen van de individuele behoeftes qua licht, geluid, et cetera, van de individuele medewerkers belangrijk. Als je nou de juiste waarde uit het gebouw wil halen, betekent dat dat je dat op deskniveau in staat moet zijn om dat te kunnen instellen als gebruiker? Of zou je dat zeg maar, op een zonnige niveau, ruimtes, bepaalde plekken in het gebouw, en zodat ze daar kunnen gaan zitten? Hoe ver moet je gaan? Ja, die waarde eruit te kunnen. Kijk, maar dan wordt het ook alweer. Wat we hebben gedaan is in ieder geval technisch gezien dan een sensor per 360 boven het plafond. Hè, maar dan echt voor bouwtechnische informatie. In de zin van we meten het licht of die wel of niet aanwezig is. Moeten we sturen klimaatinstallatie aan. Heel lastig om die sensor voor aanwezigheid weer te gebruiken. Dus nu gaan we alsnog sensoren onder bureaus toevoegen. Om die op te kijken of dat bureau dan daadwerkelijk in gebruik is of niet in gebruik is. Dat wordt daaraan toegevoegd. Dus ik denk dat daar voor de komende jaren een enorme ontwikkeling technisch gezien nog nodig is. Om te zeggen, ga dat slimmer oplossen. Dat je in ieder geval die techniek aan elkaar gaat knopen. Dus vooralsnog is dat twee verschillende systemen. En we binden die aan elkaar door een platform. Betekent dat degene die daar binnenkomt, dat moeten we nu gaan uitzoeken. Maar
vanaf het moment dat je dat scratch vanaf een nieuw gebouw gaat ontwikkelen, ja, dan heb je allerlei mogelijkheden om dat in één keer goed op te lossen. We zitten nu in een bestaande situatie waarin we proberen de dingen zo handig mogelijk aan elkaar te knopen. Maar dat zal op een aantal punten best behelpen zijn. En ja, ook in dit soort uitrollers denk ik dat de devil in the details zit. Want hoe gaan we een facility management systeem, wat we nu gebruiken om ruimtes te reserveren, willen we hier vandaan gaan laten lopen? Hetzelfde geldt dan voor het aansturen van de technische installatie en gelijktijdig voor de aanwezigheid gaan meten. Dus daar zal best de nodige interfaces moeten er absoluut gebouwd gaan worden. Daar zijn we nog niet 100% uit. Zou gaan ontwerpen. Zou je dan zorgen dat die medewerker individueel in staat is zijn eigen werkplek qua geluid, qua licht, qua hoogte, allemaal individueel in te kunnen stellen? Echt op het bureauniveau? Hoe ver zou je daarin moeten gaan om de waarde eruit te halen? Hè? Dat is een kwestie van... Helemaal eens. Gelukkig een van de vragen online. Ja, idealiter wel. Maar ik denk dat we dan ook weer heel snel terugkomen bij... Hoe ver gaan we op dat moment qua kosten? We hebben nu al, ergens kom je toch altijd wringen. Vandaar dat wij die piramide super belangrijk vinden om bij ons intern al discussies te krijgen. Van ja, het kost meer. Ook wij zijn er ons super van bewust dat de techniek die we erin gaan stoppen absoluut zijn prijs heeft. We moeten achteraf gaan aan de, ja, maar daardoor hou je mensen beter binnen. Hè? Dat blijft toch ook al een dun verhaal in de zin, ik ben er 100% van overtuigd dat het waar is. Maar het is lastig om die business case op die wijze te verkopen en dat als argumentatie te gebruiken, dat je aan de voorkant meer gaat investeren. Terwijl bijna iedereen toch liever die harde investering aan het begin heeft, lagere investering, dus heb je minder techniek erin. Nou, die gedachtegang, die cultuuromslag moeten we 100% meemaken. In de zin van, en daar moeten we ook iedereen van overtuigen. En ik terug naar de vraag van hoe ver ga je dan in op de plek? Ja, idealiter zou je dat bijna doen, want dat is ook ongeveer wat we aangeven. We geven een werkplek aan, je kan op plekniveau aansturen wat het is. Het kan, hè? Maar of we zover zijn. Een kort vraag, de Comfy app, is die al online? Kunnen we die allemaal al bestellen bij jou? Of is die nog in ontwikkeling? Hij is zeker te bestellen. dat sowieso. Nee, hij is ook al hoofdkantoor in Zoek. Is daar volop mee uitgerold. Wat ik zeg, hij wordt wereldwijd. Want dat is dan een absoluut het enige voordeel van de COVID. Hij wordt wereldwijd nu uitgerold en snel uitgerold. Gaat ook in Den Haag bij ons het hoofdkantoor nu draaien. En ja, een volgende bijeenkomst kunnen we daar zeker naartoe gaan. Dan laat ik het ook Jan. Dankjewel, Jan. Graag. Oké, alsje. We hebben nog één spreker die ook zijn praktijkcase wil laten zien. En daar zijn we heel blij mee. Capgemini, Hans, welkom. Ja, dankjewel. Die jezelf goed kan introduceren, beter dan ik denk. Ja, precies. Dankjewel. Oké. Hans Scholten, Capgemini, ook een corporate real estate achtergrond. Ik hoorde vanmiddag van jou dat ik een van de eerste leden was zelfs. Klopt dat? Snel reagerende. Oké. Ik ga vandaag vertellen over onze eigen smart office oplossing. Wat wij op dit moment aan het implementeren zijn in onze kantoren. Even kijken. Ja. Eerst even Capgemini, omvang, 250.000 mensen wereldwijd, waarvan de helft in India based. 400 kantoren wereldwijd, kleintjes, 500 vierkante meter, tot hele grote, 120.000 vierkante meter. Zo'n 150.000 desks, 10.000 meeting rooms. En we hebben een centraal georganiseerde CRES-organisatie. Dat betekent dat alle beslissingen globaal genomen worden en niet door het lokale management. Toen wij vier jaar geleden inmiddels, zoiets hadden van wij missen data om beslissingen te maken over verlengingen van contracten. We hebben 400 kantoren. Gemiddeld duurt een contract 3 tot 5 jaar. Dat betekent 80 wisselingen per jaar. Dat betekent dat we elke week ongeveer 2 kantoren, kantoorcontracten vernieuwen. Of een kantoor verhuizen of wat dan ook. En wat ons tegenstond altijd, hierheen. En wat ons tegenstond altijd was dat die beslissingen vaak op de blauwe ogen van het lokale management genomen werden. Ja, als je dan vaak op bezoek ging bij kantoren in het buitenland, keek je rond, dacht je van, hey, het is hier wel heel erg leeg. En dan was altijd stevig het antwoord, ja, maar je bent hier op de verkeerde dag. Hè? Vorige week was het hartstikke druk. En volgende week verwachten we ook weer dat het hartstikke druk is. We hebben die ruimte echt nodig. Nou, vanuit een corporate perspective hadden wij zoiets van,
We hebben echt 10, 20, misschien wel 30% te veel vierkante meters overal. En dat is enerzijds zonde van het geld, maar het is vooral een enorme verspilling. 4 jaar geleden hebben we gezegd, van, nou, eigenlijk moeten we weten voor elk kantoor, hoe worden de desks gebruikt en met name ook hoe worden de meetingruimtes gebruikt, zodat we data-driven beslissingen kunnen nemen. Je kantoren volhangen met sensoren, dat is heel leuk. En als dat dan is om vierkante meters te besparen, dan is dat heel aardig. Maar je moet eigenlijk ook iets aan de gebruiker teruggeven, de medewerker. Dus we hebben ook heel erg zitten denken van wat kunnen we nou aan de medewerker meegeven. En dat is natuurlijk ook weer gewoon zo'n app die we ontwikkeld hebben zelf ook. Waarop de medewerker op floormaps kan zien waar is ruimte vrij, welke desks zijn beschikbaar, welke desks zijn bezet. Meetingruimtes kan die boeken, je kan real-time zien welke ruimtes bezet en leeg zijn. Want een issue wat wij hebben en veel grote organisaties hebben, dat is het de no-shows in meetingruimtes. Mensen boeken de ruimte, de meeting gaat niet door, maar ze vertikken het om de ruimte vrij te geven. In onze grote kantoren, handmatig gemeten, is dat ongeveer 30% van de gevallen. Nou, dat is heel vervelend. En wat je nu ziet, is in die kantoren waar we dit uitgerold hebben, dat mensen veel minder kamers van tevoren boeken. Maar op het moment dat ze een kamer nodig hebben, gewoon real-time kijken van waar is er eentje beschikbaar en daar naartoe gaan. Dat scheelt een hoop administratieve rompslomp. Comfortinformatie, ook al eerder genoemd vandaag, vonden wij ook heel belangrijk. We hebben comfortsensoren toegevoegd die CO2 meten, humidity, temperatuur, lichtsterkte en geluidsterkte. Juist om de medewerkers te laten zien van daar is het wat warmer in het gebouw, daar is het wat kouder, daar is het rustig, daar is het wat stiller, daar is het wat meer lawaai, daar zitten veel mensen. Dat soort informatie, zodat mensen de flexplek van hun keuze, van hun behoefte op dat moment kunnen zoeken. COVID kom ik zo meteen nog even op terug. Ja, toen we 4 jaar geleden starten, hadden we de volgende uitgangspunten. We zijn eerst gestart met een soort inventarisatie maken van wat er beschikbaar was op de markt. We hebben daar een paar maanden over gedaan. We hebben 30 partijen ongeveer langs gehad. Alles bekeken. We hebben een aantal proof of concepts gedaan. Pilots. We hebben ook veel te snel 2 kantoren helemaal volgehangen met een oplossing van een kleine start-up. Die hebben we er na een half jaar weer uit moeten slopen omdat het gewoon niet werkte. Uiteindelijk waren we zo teleurgesteld in wat we vonden op de markt en met name ook het prijsniveau wat we vonden op de markt, dat we gezegd hebben van ja, dit gaat alleen maar gebeuren bij ons in 400 kantoren, hè, want het is, je praat over heel groot, als we iets efficiënters gaan maken dan wat er op dit moment is. We hebben de afgelopen 3 jaar veel tijd ingestopt. We zijn uit armoede onze eigen sensoren gaan ontwikkelen, iets wat niet onze core business is. En achteraf, als ik geweten had hoe moeilijk het is om een marktklare sensor op de markt te brengen, dan hadden we dat denk ik niet gedaan. Maar uiteindelijk is hij er gekomen. We hebben een desk sensor gebouwd. We hebben een meeting room presence sensor gebouwd. We hebben een comfort sensor gebouwd. En nog wat andere sensoren. Maar deze worden vooral in de kantoren gebruikt. Wat wij vooral belangrijk vonden was plug and play. En battery powered. Als je 100.000 sensoren in ons geval allemaal aan het legnet moet koppelen, dan is dat gewoon heel veel tijd en heel duur. Dus het moet plug and play zijn. Mensen moeten het heel makkelijk kunnen installeren. Een kantoor van een medium size, hè, 10, 20.000 vierkante meter, moet je in een maandje up and running kunnen hebben. Ook non-skilled, voor ons heel belangrijk. Wij wilden niet een team van experts de hele wereld laten overvliegen om die oplossing te installeren. Nee, met een simpele video en wat instructies moeten lokaal mensen die oplossing kunnen ophangen en vervolgens moet het werken. Voor ons ook heel belangrijk retrofitting en portable. We hebben maar 1 kantoor wat eigendom is. Alle andere kantoren zijn gehuurd en veel ook in multi-tenant gebouwen. We hebben ongeveer van de 80 vernieuwingen per jaar van contractvernieuwing, ik denk dat daar zo'n 30 echt kantoorverhuizingen bij zitten. Dus we wilden ook een oplossing hebben die we heel makkelijk konden demonteren en dan weer ergens anders zouden kunnen installeren. Ook belangrijk. Verder een open platform. We hebben onze oplossing opgebouwd uit componenten. En elke component is weer te vervangen door een andere component van een partij in de markt. Dat vonden we ook belangrijk. We hebben zelf een oplossing gemaakt. Maar als daar betere componenten
in de markt voor zijn of efficiëntere, dan moeten we ook makkelijk kunnen overstappen of switchen. Nou, natuurlijk beveiligd en GDPR compliant. Onze oplossing werkt puur op beweging en er komt geen persoonlijke data aan te pas. Nou, hoe ziet dat eruit? Een backend en een frontend en in het midden een database waar alle gegevens in terechtkomen. Onze backend bestaat uit de sensoren. Wij gebruiken het LoRa-protocol, een long-range-protocol, wat een enorme dekking heeft in gebouwen. Dat betekent dat je heel weinig access points nodig hebt om een heel gebouw te kunnen coveren. Via de sensorinformatie gaat naar de gateway. De gateway, daar zit een simkaartje in, is connected met het gsm-netwerk. Via dat netwerk gaat het naar de cloud. En via de cloud komen de gegevens in een database terecht. En vanuit die database kun je vervolgens appjes, reports, dashboards voeden. En informatie geven aan je facilities-organisatie of aan je gebruikers of wat dan ook. Onze backend wordt inmiddels door veel leveranciers ook gebruikt als hun eigen backend. Onze sensoren kom je ook overal tegen met andere labeltjes erop. Dus we doen ook white labeling. Het is een oplossing die inmiddels door veel partijen gebruikt wordt. We hebben uiteindelijk wel zelf een end-to-end oplossing gemaakt. We zijn natuurlijk een IT-bedrijf. Dus niks leuker voor onze mensen om zelf een app te bouwen en reports en dashboards. Maar ja, we kunnen ook integreren met wat er is. Voor COVID hebben wij een aantal dingen toegevoegd. We vonden het heel belangrijk dat mensen zo weinig mogelijk ongeplande ontmoetingen hebben in het kantoor. Met deze sensortechnologie kun je heel makkelijk ook wat sensoren neerhangen in toiletgebieden, koffiecorners, lunch, liften, trappenhuizen enzovoort. En wat we eigenlijk tegen de mensen zeggen is, voordat je gaat rondlopen in het gebouw, kijk even op je app. Op je floormap en kijk even waar het druk is. Het heeft geen zin om naar de koffieautomaat te gaan als daar al een wachtrij staat. Kijk even als het groen is en dan kun je er naartoe, kun je koffie halen. En daarnaast ook informatie over welke bureaus vrij zijn. Wij doen niet aan deskbooking. We willen dat de medewerker binnenkomt en op dat moment kijkt op de app van waar is ruimte beschikbaar. Kom je met 4 personen die dag samenwerken, dan kun je op de apps gewoon zien waar zijn 4 bureaus vrij. En nadat die plek in het gebouw ga je dan vervolgens toe. Nou, ja. De business case. Zoals gezegd voor ons heel belangrijk omdat we groot uitrollen. 400 kantoren. Dan telt elke gulden. Of elke euro, sorry. We hebben uiteindelijk, even grofweg, dit is het plaatje wat wij zelf besteed hebben. We zijn uiteindelijk in staat geweest om een desksensor te fabriceren voor 22 euro. En dat is, als je dat vergelijkt in de markt, en zeker wat we 3 jaar geleden tegenkwamen, dat waren prijzen van 80 tot 100 euro, is dat een enorme besparing geweest. We hebben nog 24.000 andere soorten sensoren gaan wij ophangen in het kantoor. We hebben op dit moment 60% van de rollout hebben wij voor elkaar. Dus nog zo'n 40% moeten gedaan worden. Zo'n 1600 gateways aan apps en dashboards hebben we ongeveer 1 miljoen uitgegeven. Het rollout team, dat is het team wat alles coördineert wereldwijd om alles geïnstalleerd te krijgen. En gemiddeld zo'n maand per kantoor zijn we bezig. Ook ongeveer 1 miljoen. Dan de jaarlijkse kosten, het beheer van het platform. We doen 7x24 uur monitoring van het netwerk en de sensoren en alles wat erbij hoort. Ongeveer 700.000 euro. En dan nog simcards. Ook ongeveer 150.000 euro per jaar. Als je dat allemaal optelt en over 5 jaar bekijkt, is het kostenplaatje 10 miljoen voor ons. Dat is ongeveer 2 miljoen per jaar. Nou, wij zijn ervan overtuigd, en dat zien we ook nu langzamerhand, dat we per jaar ongeveer 10%, en dat is 40%, 40 miljoen euro, op ons totale budget besparen hiermee. Ja, dus met een investering van 2 miljoen per jaar besparen we 40 miljoen. Dat is natuurlijk enorm. En dan los daarvan nog de, ja, zoals wij dat noemen, digital experience die onze medewerkers hiermee krijgen. Ze hebben een app
die we steeds meer aan het verrijken zijn, hè, met allerlei meer informatie. Parkeren, public transport. Als er een vlek op de vloer is, kun je een appje sturen naar onze facilities organisatie. Zo kun je allerlei dingen toevoegen aan zo'n app, die het leven in het kantoor natuurlijk een stuk aangenamer maken. Tot slot. Geleerd. Het mooie van dit soort oplossingen is, je kan klein beginnen. Je hoeft niet meteen vol alle functionaliteiten te implementeren en live te hebben. Je kunt heel mooi klein beginnen, ook in een deel van je kantoor, ervaring opdoen en dan langzamerhand uitbouwen. En wat je ook ziet is, als je eenmaal iets geïmplementeerd hebt, dan ontstaan er allerlei andere vragen van je medewerkers. Van, hey, als dit kan, oh, dan moet dat ook kunnen. En dan dit en dat. En hetzelfde gaat met reporting. We hebben zelf gekozen voor een hele flexibele reporting omgeving. Gewoon Power BI. Heel flexibel. Want wij merken dat elk rapport wat we maken, roept weer vragen op voor nieuwe rapporten. En zo blijf je bezig. Dus het is vooral belangrijk om heel flexibel te zijn. Een van de grote kostdrivers in dit soort projecten, en daarom denk ik dat het nog niet zo'n vaart loopt in de markt, is met name de hardware. Als je een beetje onderzoek doet en kijkt naar wat de prijzen zijn in de markt, en als je dat grootschalig wil uitrollen, dan ben je gigantisch veel geld kwijt aan hardware. Nou, voor de desk sensor hebben we dat in ieder geval opgelost, maar er zijn nog heel veel andere sensoren. Parking sensors, sensoren die waterlekkage meten enzovoort enzovoort, waar nog steeds veel te veel geld voor gevraagd wordt. En hopelijk in de komende jaren wordt dat ook langzamerhand wat betaalbaarder. En dan wordt Smart Office ook een stuk interessanter voor veel bedrijven. De andere kostdrijver is installatie. Ook een onderschat iets. Als je één gebouw installeert, dan valt het wel mee. Maar als je de 400 doet, zoals bij ons, dan moet je gigantisch veel tijd en effort stoppen in het maken van een efficiënte oplossing. Ook daar hebben we behoorlijk wat tijd in gestopt. Agnostic belangrijk, open platform belangrijk. Zorg dat je geen vendor lock-in hebt en heel makkelijk componenten kunt uitwisselen met andere componenten. Of heel makkelijk kunt migreren naar andere situaties. Je hebt op dit moment veel start-ups in de markt, maar veel veroorzaken ook gewoon een lock-in. Je koopt een product, je zit vast aan dat product en je komt er eigenlijk nooit meer vanaf. Dat was de fout die wij maakten met onze eerste twee implementaties. Het mooie van LoRa is dat er gewoon heel veel leveranciers wereldwijd zijn die op smart office gebied hierin investeren en met allerlei oplossingen komen. En die zijn ook heel mooi uitwisselbaar. Het enige vaste wat je dan hebt is dat je gekozen hebt voor LoRa, daar zit je dan aan vast. Maar vervolgens kun je redelijk open die markt ingaan en allerlei andere oplossingen toevoegen. Dat was hem. Joop. Ik heb wat opmerkingen gekregen, maar geen vragen. Oké. Wil je de opmerkingen delen? Of, Nou, gezien de tijd, we hebben nog een goede afsluiting. Dat is wrap-up. Leuk verhaal. En ik denk ook voor heel veel van ons wel heel herkenbaar. Ja. De eerste verhalen waren vanuit techniek gedacht. En hoe kun je het gebouw optimaliseren? En het is ook wel leuk om te zien hoe jullie vanuit de gebruiker echt zijn gaan. Maar zit er een link naar het gebouwmanagement systeem? Nee, op dit moment niet. Het is meer controle. Bijvoorbeeld die comfort sensors die meten zeg maar de kwaliteit van de lucht en alles. En dat kunnen we wel aanhouden tegen onze building management systemen. Ja. Wat wel leuk is over die 400 kantoren heen die dingen te vergelijken met elkaar. Dat geeft wel verrassende dingen en dat geeft je toch weer ideeën over toch eens ergens te gaan praten met een eigenaar over hoe het daar opgelost is. Ja, dankjewel. Ik heb nog een vraag van Frank Eckhart van de Rabobank. Worden de sensoren ontwikkelen en verkopen een deel van jullie business? Die zijn gewoon verkrijgbaar in de markt, ja. Oké. Je gaf op aan dat de valkuil waar wij allemaal last van hebben, die vergaderzalen die wel gereserveerd worden en niet gebruikt. No-shows. De no-shows. We gaan nu allemaal werkplekken reserveren via apps. Hoe gaan we dat
oplossen? Dat gaan we niet dezelfde valkuil in als met de vergaderzalen? Nou, ik denk dat dit soort oplossingen daar heel mooi mee kunnen werken. Wij zien dus in onze grote kantoren dat een gemiddelde werkplek, als je echt puur kijkt naar hoeveel tijd van de dag zit er iemand achter, dat dat ongeveer 40% is. Ja. Maar hij lijkt de hele dag bezet, omdat er gewoon een tas op staat, er hangt een jas en dat kan natuurlijk veel handiger. En in heel veel van onze kantoren hebben we voor iedereen ongeveer 2 stoelen. 1 bureaustoel en nog een stoel in een vergaderzaal. En dat is gewoon niet handig. Zonde. Ja. Zonde. Ja. Ja. Dankjewel. Ik had eigenlijk een... er is nog één vraag in de zaal. Ik heb eigenlijk twee vragen. Je gaf aan dat Capgemini geen werkplekreservering doet. En dat de medewerker moet kijken welke plekken er vrij zijn als die bij kantoor is. Maar ik kan me voorstellen, als je meer werknemers hebt dan werkplekken, dat je van tevoren wil weten dat je niet misgrijpt. Wat is jullie reden geweest om niet te reserveren? Ja, we hebben een ander systeem. En dat is nu met COVID. We hebben een boekendag op het kantoor. Dus mensen moeten wel een plek op kantoor reserveren. En vanuit de facilities organisatie bepalen wij gewoon hoeveel mensen zijn er per dag toelaatbaar. En als ze dan eenmaal binnen zijn, kijken ze gewoon via de app van waar zijn de plekken beschikbaar. Omdat we een behoorlijke puzzel vinden. Mensen komen vaak naar het kantoor om samen te werken. Als je dan met z'n vieren bent, ga dan maar eens vooraf met z'n vieren een plek reserveren in het kantoor. Waar je met z'n vieren kan zitten en kan samenwerken. Dus we hadden zoiets van, nee, je komt gewoon naar kantoor. Dan kun je zien van waar zijn die plekken beschikbaar. En dan ga je daarheen. En dan is dat vanaf dat moment jouw plek. Oké. De vraag die ik had was over die sensoren. Mijn autosleutel doet het nog geen jaar op een batterij. Ik zag dat deze 5 jaar meegaan. Is het ook werkelijk jullie ervaring? Of moet je toch wel veel meer vervoeren? Nee, 8 jaar. 8 jaar gaan ze mee. 8 jaar. Op zo'n desksensor zitten 2 penlights in. En de intelligentie in die sensor is zo opgebouwd dat die alleen maar zendt als het echt nodig is. En daar kun je echt gewoon meer dan 5 jaar mee voldoen. Ja. Top. Dankjewel. Ik had eigenlijk een vraag voor Koen toch eventjes. Nog even. Die kwam zo halverwege weer op. Waarom duurt dat dan nog zo lang voordat we echt reactieve gebouwen, slimme gebouwen hebben? Waarom duurt dat dan nog zo lang? Die techniek is er toch? Of? Ik denk dat de praktijk is dat er zoveel verschillen langs elkaar heen werken. Dat je hebt een airconditioning, andere zaken om dat allemaal bij elkaar te brengen is niet zo makkelijk. Als je hier omhoog kijkt, zit je in een wat wij noemen een smart ceiling, waar eigenlijk alles in zit: sensoring, ding, mochten dat de vakbonden van de trades, zoals ze daar worden genoemd. Die vonden het niet goed dat in één element verschillende elementen van verschillende vakbonden bij elkaar werden gebracht. Dan moesten we weer opnieuw beginnen. Ja. Je ziet dat er zo ontzettend veel belemmeringen zitten in onze sector. Die het lastig maken om die dingen allemaal te doen. En dan maken we een gebouw en dan werkt het eindelijk. En dan worden wij gevraagd door een volgende gebruiker om weer opnieuw te beginnen. En die heeft een eigen RFP en die gaan er ook weer opnieuw. Dus het is moeilijk om er van te maken wat je makkelijker uitrollen. Ik verwacht wel dat deze crisis nou het begin is van een beweging om het wel grootschalig te gaan opschalen. Positief. Super. Dankjewel voor deze laatste woorden. Dankjewel Hans. Ja. Volgens mij staat er een borrel buiten klaar, of niet, ceremoniemeester? Voor de mensen die hier natuurlijk fysiek bij aanwezig zijn, de rest die online ingelogd waren. De presentaties worden gedeeld in de netwerkapp. Die zijn allemaal beschikbaar in het archief. En dan wens ik jullie bedankt in ieder geval voor het luisteren en tot een volgende keer. En wij gaan hier even door met de netwerkborrel. Een coronaproof netwerkborrel buiten. Dank jullie wel. Wat heeft te maken met... Ik heb nog 1 opmerking. Een paar mensen wilden nog wel even door het gebouw meelopen. Ik ga even een rondje lopen. We proberen dat uiteraard 1,5 meter van elkaar te doen. Maar wie zin heeft, die lopen we even een kwartiertje even door het gebouw heen. Heb je een beetje een idee hoe we hier trachten de 1,5 meter en de COVID-proof op te lossen.